Oh, puppy! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom in de wonderenwereld van... Een baby. Dat zeg ik maar nog niet, hè? Hi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn eigenlijk een beetje in de laatste fase terechtgekomen, hè, baby? Mm-hmm. 30 weken voorbij. Voorbij de 30 weken al. Mm-hmm. Nou, dat is wel echt heel spannend, hè? Ja. Dus ja, wat moet je dan allemaal regelen? Nou, in ieder geval hebben wij een heel mooi kamertje. Het is een beetje donker, hè? Zo, dat is beter. Nou, zoals je dus kunt zien, heb ik alle takken opgehangen. Babykamer is bijna klaar. Ik zeg bijna, volgens mij is die klaar. Kleertjes, takken, plankjes, bedje staat er. Volgens mij zijn we nou echt klaar. Nou ja, dit wordt onze droomhoek. We gaan nog een schommeltje zoeken. We willen nog een huisje erin en zo, dus... Dat is nog een beetje een project, dus dat gaan we nog afmaken. Maar René is dus even weg geweest. En die komt zo thuis en die weet niet dat ik dit heb opgehangen. Dus ik ben benieuwd naar de reactie. Voorbijgroeien. Dat is nou wel echt hoor. Ja, dat is niet normaal, maar dan vind ik dit niet meer leuk. Dan lijken we het wel leuk. Ja. Ja, dat was van ons. Maar ook leuk inderdaad, die zo erbij. Beter. Die huisjes die gaan we vastzetten. Er komt nog een schommeltje. Tof. Echt heel leuk gedaan, schat. Tik hem aan, hou hè! Au, niet zo hard. Grapje. We zijn trots, hè? Ik zal eventjes omdraaien, is makkelijker. Kijk dan, jongens. Hier hangt... hoe zullen we hem noemen? Ik weet niet, ik wil de kuiten verlaten. Nou, vind ik een goeie. Zullen jullie een leuke naam weten voor onze huisaap? Leave the name in the comments. Nou, hier hebben we die mooie droomachtige lampjes hangen. Er komt nog ergens een deurtje. We hebben hier huisjes. Huisjes. Er komt nog een schommel. Maar de laatste fase. We hebben even het licht aangedaan. Laatste fase. Dus dat betekent dat het wel verstandig is om alvast het vluchtkoffertje klaar te maken. Vluchtkoffertje is dus... Niet als je een bank hebt overvallen of zo. Dat is een heel ander soort vluchtkoffertje. Mogen dat duidelijk zijn. Maar het kan nu gewoon elk moment gebeuren. We hopen het nog niet. Hè. Het moet echt het liefst natuurlijk gewoon alles volmaken. Maar het kan gebeuren. Dus dan is het toch wel handig als we het koffertje al klaar hebben staan. Dus die gaan we inpakken. Het kan in ieder geval wel veilig geboren worden nu, toch? Dat het in ieder geval levensvatbaar is. En, nou, dan heeft het zeker nog wel hulp nodig. Oh ja, ja. Kan maar wel. Maar vanaf 37 weken is het gewoon nog, dan is het oké. Alles daarvoor is vroeg geboorte, dus ja, dan heeft het wel hulp nodig om de laatste dingetjes nog te ontwikkelen. Maar het is wel levensvatbaar. Precies, we wachten gewoon nog een paar weken. Anders trap ik hem gewoon terug naar binnen. Ja.
Gewoon eventjes wachten jij. Of we houden hem gewoon de hele tijd aan de naamstreng. Oh. Ja, gewoon. een beetje een lubegubbere. Zo. Lubegubbere gedachten. Maar, vluchtkoffer. Ja, dus wat ik alvast heb ingepakt is een, ja het klinkt heel gek, maar een bikini. En een zwembroek. Want, je kan ook de mogelijkheid aangeven dat je bijvoorbeeld in bad wil bevallen. Of ja, dat je onder de douche wil staan. Dus dan is het misschien toch wel handig dat je iets, als je niet helemaal bloot wil, gewoon iets aan hebt. En als Sergio erbij komt om mij te helpen, dat het ook niet erg is als die nat wordt. Nee, nou, ik vind het best chill om even in bad te gaan hoor. Ja, om, dus, voor de afwisseling. Dus dat heb ik alvast ingedaan. Dan heb ik het roze boekje van de verloskundige er alvast bij gelegd. Dus we moeten spulletjes voor mij, hè, dus voor de bevalling, maar ook om daarna weer relaxed weg te gaan. En voor de baby. Wat krijgt hij aan? Dus we moeten ook een pakje zoeken. Oh ja, dat is ja, heel logisch eigenlijk. Ja, helemaal niet even nagedacht. Nee, ja, waarom gewoon in zijn luier meenemen? Nou ja, weet ik veel. Het is gelukkig toch geen ding, hè? Gewoon zo'n heel stoer bad, zo'n capeje, zeg maar. Maar hij gaat natuurlijk gewoon kleren aankrijgen. Zoals jullie zien hebben we genoeg kleertjes om uit te kiezen. Nou ja, eigenlijk moet die wel sowieso mee, vind ik. Eén van die twee. Ja. Huh? Ja, want het is natuurlijk... Dat vind ik wel. Waarschijnlijk vrij koud. Als we hem weer mee naar huis mogen nemen. Dus ja, moet wel iets lekker warm zijn. Ja. Zoek hoor. Verschillende maatjes is ook wel handig. Want je weet natuurlijk niet of die heel erg klein is. Misschien wel 50 of 54. Ja. Ja. Dus dat. Ik kom wel echt heel dichtbij allemaal. Nou. Zullen we dit hoekje gelijk op doen? Dit is wel echt een basispet. Ja, we gaan wat leuks uitzoeken. Nou, we hebben het deel van de baby hebben we al ingepakt. Want voor mij, ja, dat zijn dingetjes die ik nu toch ook nog aan draag. Dus dat ga ik nog niet inpakken. We gaan het even laten zien. Zal ik die het laatst laten zien. Nou, we nemen sowieso Domme mee. Ja. Want ja, daar slapen wij nu natuurlijk de hele tijd mee. Ga ik wel missen hoor. Ja, echt hè. We moeten een nieuwe Dombo kopen voor onszelf. Dus, Dombo. Dat kan ook niet. We moeten natuurlijk rompertjes hebben. Dus we hebben een tiny one. Tiny. Maatje klein. 50, 56. Zonder mouwtjes. En met zonder mouwtjes. Met zonder mouwtjes. En maatje 50. Met armpjes en beentjes eraan. Dan heeft Sergio bedacht dat we 3 sokjes nodig hebben. Ja, je weet nooit of het heel koud het is. Of dat die, die sokjes zijn. Dat hij denkt van. En dan is een heel sokjes onder spuugt. Nou, dan hebben we. Zoveel ruimte neemt het ook niet in beslag. Dus. Het kan er gewoon in. Ja, een puntje. Dus we hebben hier ook nog een driedelig pak. Een driedelig pak, inderdaad. Dat is. Oh, dat is ook een rompertje. Ja. Een rompertje. En dan daarbij een broekje. Boogie. En een bedje. Ja, een bedje. Oh, maar ja, dan is gelijk de vraag beantwoord. Want dan heb je dus rompertje, broekje. En dat vergeet al een truitje. Of moeten we dan hier ook nog een truitje op doen? Ja, we zijn nog een beetje in de war. Wat is nou een rompertje en wat is nou al eigenlijk gelijk een pakje? Maar dit is gewoon een romper pakje. Nou ja, we weten wel wat een rompertje is natuurlijk. Ja. Alleen de vraag is een beetje, is het dan gebruikelijk om op het rompertje ook nog een truitje te doen? Ja, soms wel, soms niet. Nou ja, omdat hier dus specifiek een broekje bij zit. Bij het rompertje en niet nog een extra truitje. Maar we hebben hier ook nog een extra truitje van. Wel ook van dit patroon. Ja. Maar
Ik weet niet of... Ja. Een rilling, een rillingje. Die moet dan, die moet er hier dan weer bij, denk ik. Nou ja, dan moet die ook gewoon mee natuurlijk. Ja, ja. We leren het wel. En dan, maar... We hebben ook nog... Nou, die is ook zo leuk. We gaan gewoon kijken wat onze moed zegt en hoe groot die is, want dat weten we natuurlijk niet. Maar dit is maatje 56, dus als die ietsje groter uitvalt, dan kan die hierin. En dan hebben we ook nog deze, en dat is een maatje 50, en die vind ik ook echt helemaal de bom. En dan moeten we natuurlijk nog naar buiten, want... Ja, het is dan februari... Eind februari, dus dan zal het nog wel ergens onder het vriespunt liggen, denk ik. Dus we hebben deze bedacht. Echt, als die het dan nog koud heeft, dan weet ik het ook niet meer. Kijk, want je kan de mouwtjes gewoon oprollen als die een beetje te groot zijn. En hij zit hier natuurlijk gewoon lekker in en heeft nog een extra mutsje met twee oortjes. Het is een wasbeertje. Een wasbeertje. Een beertje. Of een vosje zou ook nog kunnen. Ja. In ieder geval lekker zacht. Super cute. Super zacht, super dus lekker. Dus mocht jij nou zeggen, dit moet je ook echt meenemen. Dit moet echt in je vluchtkoffer. Laat het even weten. En vond je dit een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Ik hoop niet dat je allergisch is. Dat niet. Achoo. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. Dankjewel. Echt lekker zacht. Ciao. Doei.